Goedendag kijkers naar Arie's avonturen bij de HMBC. In deze aflevering 33 gingen wij met een aantal leden die in bezit zijn van een miniscootsje op 15 en 16 april naar Langweer, Friesland. Omdat het weer niet mee zat, er stond veel te veel wind, om met de miniscoots te varen, deden er twee een poging in de haven. Ook dit was te veel van het goede helaas. Zoals je hier ziet staat er een flinke golfslag en dat betekende dat wij met onze miniscootjes onmogelijk konden varen op het grote water. Helaas. Helaas viel deze dag dus voor ons in het water, maar de wedstrijden van de IFKS gingen gewoon door, want het was vandaag de opening van het nieuwe scootjesseizoen. Er was toch nog wat belangstelling, alhoewel, dat was veel rustiger als voorgaande jaren en nu zie ik ook weer iemand een korte broek. Hier zit de scootjes staan, helaas, ze zouden niet het ruimers opkiezen vandaag. Het ging er ruig aan toe die dag. Kijk maar naar de golf. De bemanningen van de scootjes hadden grootste moeite om de schepen in bedwang te houden. Ze gingen ook daar af en toe knopschuin. Gelukkig is daar niks omgeslagen. Zover ik weet hoor. Er waren verschillende scootjes die de zeilen hadden gehezen van de SKS-vloot. Waarschijnlijk gebruikten ze oude zeilen uit de SKS-vloot omdat er vandaag ontzettend veel wind stond. Thank you.
Dit scootje heeft de hulp ingeschakeld van een motorjacht. Misschien omdat de buitenboordmotor is uitgevallen? Ik zou het niet weten. Vanaf dit jacht hebben ze natuurlijk een prachtig uitzicht. Kijk maar naar de vlag op het schip, hoe hard het waait. Ik hoorde er net de finish toeteren. Ja. Vooraf. Ja, finish toeter was omgegaan. Hij moet nog een rondje doen. Gaan we nog even in de haven kijken. Of, we hebben vanmorgen al gedaan, we hebben een scoots. Oh, ja, maar gewoon verderop. Maar al die dingen tegen de kant op. Oké, wat doe je? Ja, niet bij het dorp, zeg maar. Daar. Doe maar fijn ook. Ja, joh. Dan vang jij gewoon de auto in. Ja, het is te koud, hè. Oh, je bent zielig, hè. Zo koud. Kijk, je gaat zo kwijt die Chinees uit de pan in. Maak eens een spelling. Dan gaat zij het harder bibberen. Einde wedstrijd. En dan doen we natuurlijk de traditionele Friese vlag om. En een berenburg erbij, denk ik. Wat was een koud zat die dag. Eén voor één gaan ook de scootjes naar binnen en zoeken de luwte van de jachthaven op. Beste kijkers van Arie's avonturen bij de HMC. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vond je het leuk en ben je nog geen abonnee? Word dan abonnee. Het is geheel gratis. En ook doe een duimpje dan omhoog. En zet het belletje aan. Want dan krijg je automatisch bericht op het moment dat er een nieuwe video komt. En deze gaat waarschijnlijk over de opening van ons vaarseizoen. Maar ook het vlogkanaal van Erik en Diana van het YouTube kanaal Enjoy Life. Een verslag van deze dag komt op dit kanaal en op het kanaal van Erik en Diana Enjoy Life.